Het was een hele mooie en hele spannende dag waarop wij vandaag ons initiatief The Future is Water hebben gelanceerd. It's up to us. Op een plek waar watersport en watertechnologie vandaag samenkwamen. Ja, met de overtuiging dat sport het verschil kan maken om een hele ingewikkelde boodschap over de toekomst van het water voor de bühne te brengen. The Future is Water. Want we hebben water nodig. Nu en in de toekomst. We willen ervan blijven genieten. Je moet uiteindelijk die sectoren verbinden. En dat kunnen natuurlijk sectoren zijn als water, energie, food. Maar ook een sector als sport. Ik bedoel, we kunnen sport gebruiken om dus awareness te creëren. Zoals we heel vaak hebben gehoord vandaag. Je kunt sport als metafoor gebruiken. Maar er zijn natuurlijk ook Olympische Spelen waar je naartoe kan leven. En daardoor sustainability goals hebt. Wat er nu ook gaat plaatsvinden in Parijs. We zijn er goed in. We domineren al jaren de wereldtop. Ze schrijft historie, Marit Bouwmeester. Als zeilers zijn, dan weten we natuurlijk de kracht van het water, hoe mooi het kan zijn. Maar helaas zien we natuurlijk ook die andere kant. En daarom denk ik gewoon dat sport een heel mooi platform is om al die partijen samen te brengen. Om gewoon samen die doelstellingen te kunnen halen. But you definitely can't do it by yourself, so I have a whole group supporting me. We are very pleased to have Allianz on board. Want dit is wel echt een topic wat je niet alleen kan doen. Dit moeten we echt met z'n allen gaan doen. En ik hoop dat er heel veel info achter Future of Water komt de komende tijd. Veel lessen, veel lespakketten, maar ook gewoon statements, manieren, technologieën, methodes. Dus we moeten gewoon gaan beginnen. A few thousands to millions might be interested in sustainability and science, but when you look at the bigger picture, there's a lot more people probably interested in sports. So using our sporting platforms to infiltrate sustainability messaging and helping empower people to make a change is really, really valuable.